Frankrijk, Guyana, Brazilië, Suriname en Venezuela hebben in de periode 23 tot en met 25 oktober de tweede internationale conferentie over sikkelcelaandoeningen gehouden. De conferentie is gehouden in Cayenne, Frans-Guyana. Het doel was informatie uit te wisselen over de ziekte sikkelcel. De landen willen samenwerken om deze ziekte de baas te zijn. Daarom is op de laatste dag van de conferentie ook een intentieverklaring getekend om die samenwerking te bewerkstelligen. De sikkelcelziekte is een erfelijke bloedziekte. Door stressomstandigheden krijgen de rode bloedcellen de karakteristieke sikkelvorm. Hierdoor treden er verstoppingen van kleine bloedvaten op en een snellere afbraak van deze cellen.